Goedendag allemaal, ik laat jullie even een klein stukje zien van een videoproject waar ik mee bezig ben. Het videoproject maak ik in PowerDirector van Cyberlink. En op dit moment ben ik bezig met het aanmaken van een video voor Stichting EU Roma. Dat wordt een verslag wat ik samen met Leo Singhoor heb mogen hebben en Peter Timmerman. En ik wil jullie een klein beetje laten zien hoe zo'n project er uiteindelijk uitziet. Ik ben er nog niet helemaal klaar mee, ik ben nog bezig met de ondertitelingen. Maar dit geeft in ieder geval een klein beetje inzage in wat je hier allemaal mee kan. Om alvast een klein lekkermakertje te doen. Dus even kijken, dit is het hele project. Het project is ongeveer, zoals jullie kunnen zien, 1 uur en 39 minuten lang. En als ik vanaf de start deze video ga laten lopen, dan zien jullie in het rechterschermpje een klein beetje hoe het er ongeveer uitziet. Dat komt zo. Dit zijn de bestanden die allemaal gebruikt zijn. Foto's, video's. Allemaal bestanden die verwerkt zijn in de uiteindelijke video. Hoe het eindproduct er ongeveer uitziet, dat is ongeveer als volgt. U kijkt naar een documentaire van Stichting EU Roma. In deze documentaire wordt verslag gedaan van de laatste goederenreis en tevens hoort u een aantal fragmenten van een interview met Leo Singhoor en Peter Timmerman, de oprichter van deze stichting. Ik begin eigenlijk altijd met twee vragen. De twee dezelfde vragen naar alle mensen die ik interview. Dus ook bij jou. De eerste vraag is, hoe heet je voluit? Hoe oud ben je en wat doe je in het dagelijks leven? Mijn naam is Peter Timmerman. 4 november jarig geweest. Geboren in 1956. Dat is dus 54 jaar jong. Heel mooi gezegd, jong. En, geboren in het Noord-Hollandse Langedijk. Oh. Via uiteindelijk terechtgekomen in Groningen. Okay. En wat doe je in het dagelijks leven? Ik run alle zaken voor wat betreft de Stichting Euroma. Dat houdt in, ik beantwoord de mailen tot kleding ophalen, tot geven van presentaties, tot het leiden van reizen. Wat nog meer. Het organiseren en voorbereiden van reizen. Ik ben op dit moment bezig heel pril met een jongerenreis. Dus dat valt allemaal daaronder. Ja, dus jij hebt daar een dermate dagtaak aan dat er ook helemaal geen ruimte meer is voor een job of wat dan ook. Nou, ik doe dit 4 dagen en ik vind dat eigenlijk wel genoeg. Wat uiteindelijk wel eens neerkomt op 5, soms 6 dagen per week. Maar we gaan uit van 4 dagen. Ja, helder verhaal. Zo heren, gaan we nog even luxe doen voordat we de armoede tegemoet gaan? Luxe doen voordat we de armoede tegemoet gaan? Nou, we logeren bij Imre. Moet jij eens kijken hoe we daar, als we een dagje armoede gehad hebben, hoe we s'avonds daar biefstukken naar binnen zitten te werken. En dat hij zegt van, bord leeg. Als je de bord niet leeg heet, is het... Ja, tak, tak. Dus we gaan uitstekend verzorgd worden, terwijl we eigenlijk bij de armen op bezoek gaan. Ja. Veel mensen gaan ook. Zou ik hier koffie? Nee, dank je. Gaan ook altijd mensen naar Hongarije, Roemenië. Nou, ik maak ondertussen de veldjes wat groter, zodat jullie kunnen zien wat er ongeveer gedaan wordt. En dat werkt niet zoals ik wil, uiteraard. Maar jullie hebben zo alvast een klein beetje een startindruk kunnen krijgen van wat er in die video zo mogelijk is. Zo, kijk, als je hier kijkt hoe het project in elkaar zit, dan zie je dat er op de spoor 1 en het geluidsspoor 1, daar worden de meeste videobeelden en de meeste overgangen worden daarin bewerkt. Als je bijvoorbeeld hier staat, dan zie je dat er hier 2 overgangen zitten die gebruikt worden. Dit zijn bewerkingen van de foto's, die heb ik al in elkaar geregeld, om het maar zo te zeggen. Dus als je dan gaat kijken wat er dan uitkomt, dan krijg je ongeveer dit. Laten we hier beginnen met afspelen. Even kijken dat ik door moet spelen. Heb je nog melk hier? Nee, ik heb gewoon helemaal zwart. Zitten we zo langzamerhand. Wat je hierin kon zien zijn dus 2 verwerkingen die gebruikt zijn. Een stukje foto en daarachter een aantal foto's.
Deze foto's die je hierin zetten, die zijn al voorbewerkt. Dus daar kan je niks meer in veranderen op dit moment. Hieronder horen jullie al dat het geluid harder en zachter gaat. Nou, zo bewerk ik dat dus. De effectjes die extra naar voren komen. Nou, wellicht een effectje wat vaak gebruikt wordt. Dat is bijvoorbeeld dat je kan zien dat er een soort stukje tekst bij komt. Informatie, zoals je dat ook bij het nieuws ziet. En nog wat geluidseffectjes. Als we het hebben over het bijvoorbeeld gaan slapen, dan krijg je dit soort effectjes. En dan op naar de volgende dag, hè. En, is het overleven? Dat was gewoon een klein boodschap, jongen. Ah, nou, vooruit. En op die manier ga je dan naar de volgende dag. Heb je het nou bijvoorbeeld over stukjes met ondertiteling? Dan hebben we stukjes die bijvoorbeeld die slecht verstaanbaar zijn, van het Nederlands of in het Engels, of wat te zacht klinken. Dan krijg je dit soort. So, Imre, this is for a little bit for the camera. You are now preparing to for tomorrow. Ietsje groter maken, dan kan je het ietsje beter zien. Maar zo zie je ongeveer hoe een videobewerking in elkaar zit. Allemaal spoortjes, allemaal extra effectjes ertussendoor. In ieder geval er wat leuks van te maken, zodat er zowel spraak als geluid goed naar voren komt. Even kijken, als we het kleiner maken, deze ook wat kleiner. Zo, dan past het allemaal weer mooi bij elkaar. Geluidssporen, spraaksporen die je naar voren ziet komen. Een muziekspoor wat je naar voren ziet komen. Extra effectjes tussendoor. Foto in foto bijvoorbeeld, is ook belangrijk. Die komen ook naar voren. En nou kijk, hier heb je bijvoorbeeld de toespraak die gehouden werd. Nou, die is vrij uitgebreid, maar dat is in het Engels. Nou, er zijn natuurlijk Nederlandsen onder ons, die moeten het ook kunnen verstaan. Dus met de hand ben ik alles nu aan het vertalen. Nou, dan zie je ongeveer dit. Chapter 2 from Act 41-47. Editor Nedven heet ik, dat was opportun cselekedet dat egy második rész. Nedven egyedik rendszor, a 47 is a következő mondéstől ígér. Nou, hij is op dit moment aan het voorlezen. Dat is Imre, die daar links staat voor te lezen. Meggyerekedének és hozzájuk csatlakozának azon a napon mindegy 3000 lélek. És foglalatosak volának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. Támada pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát és jelt tesznek vala. Mindnyájan pedig, akik hívének, együtt valának, és mindenük köz vala. És jó. Nou, dan heb je daar ook nog een klein beetje inzage in gehad. Fotootjes en videootjes. Ja, dan denken we bijvoorbeeld, nou, dit nog een klein beetje zien. Voor degenen die nog nooit wat daarvan gezien hebben van deze foto's van Stichting EU Roma. Het goederentransport waar het uiteindelijk om draait, dat was bijvoorbeeld op dit soort momentjes. Maar wat doe je als mensen geen drinkwater hebben? Wat doe je als mensen geen eten hebben? Ja. Wat doe je als mensen in een krotje wonen? Dus, dan verkondig je de liefde van Jezus, maar het is voor de rest ja, niet te zien. Ik zeg. Nou, dat soort effectjes zie je dan naar voren komen. Nou, zoals je ziet zit er aardig op de werkingjes tussen. En daar heb ik lekker wat tijd in gestopt. Ik moet zeggen, het wordt wel iets waar hopelijk ook mensen daadwerkelijk 1 uur en 39 minuten naar kunnen gaan kijken. Ik zou zeggen, we ronden af met een klein stukje van de aftiteling. Waarschijnlijk gaat die schokken, want er zit vrij veel effect onder. Komt ie. Okay. Ja, dat doe je goed. Hey, hartstikke bedankt. Okay. Ik wens je God. Dat bedoel ik. Ja, heeft hij moeite om dat te verwerken? Dan loopt hij zo weer door. Zegen toe met Euroma en ik hoop dat je nog hele mooie dingen mag meemaken samen met God. Hartelijk dank. En nu stopte die. Dus het laatste stukje laat ik lekker niet zien. Goed, dat was hem eventjes voor nu. We gaan het filmpje afsluiten. Nou, ik ben benieuwd of jullie het kunnen gaan zien op YouTube verder. Wordt vervolgd.